Weet u wat het is? Nee, nou ja, ik had het vermoeden van een courgette of zo. Dacht ik. Nou, ik heb net gehoord dat dit van Sarah Lucas dat het een courgette is. Maar dat ziet er ook uit als een courgette, dus het is niet heel moeilijk te duiden, dit object. Heeft er een reden voor dat die hier staat? Omdat het te maken heeft, denk ik, met de naaktexpositie in het museum. Serieus, wat heeft dat daarmee te maken dan? Die snap ik dan ook niet. En goud, maar ik vind het zelf niet echt kunst. Nee, het is niet mijn ding. Nou ja, ik heb net een stukje gelezen over. Het lijkt natuurlijk ook op een vals, dit ding. Dus ja, ik vind het wel komisch, grappig. Nou, de courgette staat voor het mannelijk geslachtsdeel. Kijk, oké. Okay. Nooit gehoord? Courgette? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat denk ik aan uw dochter wel even vragen. Ja, ik zal het vragen. Ik weet niet of zij dat ook heeft, maar goed, ik zal het vragen. Voor mij mogen ze het weghalen, ja. Nou ja, ik vind het een beetje niet echt hier passen, vind ik. Zo'n raar ding. Een beetje te abstract, zeg maar. Nou, als je dit al aanstootgevend vindt, dan moet je toch bij jezelf te raden gaan, denk ik. Ja. En dat kan in Utrecht, ik bedoel, gewoon, dat vind ik al heel vrolijk. Ja.